Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. We hadden vandaag hardnekkige wolkenvelden, met name in het westen van het land. En heel voorzichtig loste die bewolking op en begon ook wat op te schuiven. Maar het duurde op sommige plaatsen wel heel erg lang. En vanavond gaat dat dan wel langzaamaan door. We krijgen wat opklaringen. In het noorden van het land houden we wel wolkenvelden. En later in de avond neemt de bewolking sowieso weer toe vanuit het noordwesten. En dan gaat er ook wat regen vallen. Die regen trekt met name in de nacht verder over het land. Dan krijgen we dus op veel meer plaatsen met bewolking te maken. En echt koud is het niet, zo'n 15 graden de minimum. Temperatuur. Tegelijkertijd zien we vanuit het noordwesten de wind gaan draaien. Uit noordwest gaat die waaien en voert dan ook steeds koelere lucht aan, zodat er morgen maar weinig bij komt bij de temperatuur. Het wordt 15 graden in het noordwesten van ons land, tot 18, misschien 19 in het zuidoosten hebben te maken met wat regen in de vroege ochtend, dan wordt het langzaam droger met hier en daar wat zon in de loop van de dag. Het noorden van het land blijft wel gevoelig voor een paar buien en de wind die blijft ook stevig doorwaaien vanuit het noordwesten. Langs de kust is de wind zelfs krachtig met windkracht 6. Dan gaan we naar de dagen daarna. De vrijdag, zaterdag en de zondag. Met hier en daar een bui op vrijdag en zaterdag. En ook zondag is het waarschijnlijk nog niet overal helemaal droog. Maar de neerslaghoeveelheden zijn dan wel zeer beperkt. Wolkenvelden, af en toe wat zon. De grootste kans op wolken en wat neerslag in het noorden van het land. En meestal droog weer in het zuidwesten. Temperatuur rond 16 graden. Zondag komt daar wat bij. Dan kan het in het zuiden alweer 20 graden worden. En dat is de opmaat voor veel hogere temperaturen de dagen daarna. Want we zien de temperatuur omhoog gaan. Richting de 25 graden en met een beetje goede wil maken we er volgende week zelfs nog wat meer van. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.